Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie heeft het integraal project Schoonmaak Suriname voortgezet. Naar aanleiding hiervan was het directoraat Openbaar Groen vanmorgen in Leonsberg bezig met onder andere het ophalen van de trensen in het resort Blauwgrond. Voorafgaand aan deze activiteit heeft het ministerie afstemming gepleegd met de bewoners van de resorten. Dit zegt het resortraadslid van Blauwgrond Ulrich Blank. Allereerst is nagegaan waar de knelpunten van het resort liggen. Dit heeft ertoe geleid dat Openbaar Groen ertoe is overgegaan de trensen in Paramaribo Noord op te halen. Het project begint in het noorden. Hierna wordt het zuiden aangedaan om dan het westelijk gedeelte af te ronden. Blank vertelt verder waarom hij op de werklocatie aanwezig is. Het is namelijk zo dat men in samenwerking met OW, dus de resortraadleden in samenwerking met OW, bezig zijn om de zaken, dus de trenzen en de sloten, eventueel ook de rioleringen die binnen het resort zijn, op te schonen. En wij zijn dan hier zo aanwezig om als de toezichthoudende dinges mag, zijn wij dan hier zo om toezicht te houden dat de trenzen daadwerkelijk worden opgeschoond en dat zaken gaan zoals men dat heeft beloofd. Niet alleen het resortraadslid Blank was aanwezig om een oogje in het zeil te houden. Ook het hoofd van de afdeling voorlichting van openbare werken, Raoul Swedo, was er om erop toe te zien dat het werk correct werd uitgevoerd. Volgens de minister is met alle directoraten afgesproken hoe het integraal project uitgevoerd zal worden en wat het project precies inhoudt. Het integraal project waarmee de minister sinds kort is gestart. Hij heeft samen met andere actoren dit project goed bestudeerd, in elkaar gezet en de uitvoering is intussen gestart. Wat houdt het integraal project in? Het ministerie heeft verschillende afdelingen. Dan hebben we het nu sect over openbare werken. Want u weet, er zijn andere directoraten erbij. Maar dit is dus sect over openbare werken. Is het ministerie heeft dan verschillende afdelingen bijeengebracht. Als we praten over ontwatering, als we praten over bouwpolitie, dus bouw- en woningtoezicht. Je hebt natuurlijk ook VOV, vuilophaaldienst. Je hebt de mensen van Openbaar Groen. De mensen van wegen, verkeer. Het is een team dat samengesteld is door de minister. Om per resort samen met de RR-leden de resorten op te schonen. Nadat wij de opschoning hebben gedaan, of tenminste het voorploeg de opschoning heeft gedaan, dan komt ontwatering achteraf om natuurlijk weer hetgeen dat opgelost moet worden te doen als het gaat om ontwatering. Maar nu zijn we gewoon heel actief bezig als we praten over opschonen van kanalen, trenzen, noem maar op. Alle belangrijke leidingen die kunnen zorgen voor wateroverlast bijvoorbeeld. En natuurlijk ook met, je hebt slangen, mensen hebben last van slangen. Je hebt natuurlijk ook bomen, zoals ik het eerder zei, dat niet zo juist staan. En het is vaker voorgekomen met die rukwinden tegenwoordig, dat bomen omgevallen zijn op woningen. Al dat soort dingen proberen wij nu te voorkomen. Raoul Swedo, hoofd van de afdeling voorlichting van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hij sprak vanmorgen tijdens de voortzetting van het integraal project Schoonmaak Suriname. Het directoraat Openbaar Groen heeft in dit kader de trenzen op Leonsberg in het resort Blauwgrond opgehaald.